Welkom in Den Haag, de stad van Constantijn Huygens. Of, zoals ze vroeger zeiden, van Constantijn Huygens. Of, zoals ze in Den Haag zeggen, van Constantijn Huygens. Hoe zit dat met die ei in Constantijn? Ja, dat moet ooit een i zijn geweest, want we weten dat het afkomstig was van het Latijnse Constantinus. Een lange i. Net zoals de ei in wijn bijvoorbeeld ooit een i moet zijn geweest, een lange i, want het komt van het Latijnse vinum. Waarom is dat dan ooit veranderd? Ja, dat weten we natuurlijk nooit, maar een goede reden is waarschijnlijk geweest dat een lange i betrekkelijk moeilijk is. Een i maak ik met mijn mond bijna dicht en zulke klanken zijn betrekkelijk moeilijk lang aan te houden. En dan kun je beter een beweging maken en dan krijg je een ei. Een beweging van een beetje open ei naar een beetje dicht i. Ei. Kijk maar, ik kan dat niet zeggen zonder mijn mond te bewegen, terwijl ik een i of een e of een a kan zeggen zonder mijn mond te bewegen. Oké, dus daarom is die lange i, die moeilijk lang zo vol te houden is, tot een beweging geworden. Oké, maar waarom is het dan in Den Haag weer een e geworden? Ja, ei heeft dus zijn eigen moeilijkheden, gewoon die beweging is op zichzelf eigenlijk al lastig te coördineren. Dus kun je beter een klinker, het begin van die klinker lang aanhouden. En het begin van een ei is een e. Dus als je die wat langer aanhoudt, dan krijg je een e. En zo is dus die oorspronkelijke i tot een ei geworden en uiteindelijk in Den Haag, de stad van Constantijn Huygens, tot een lange e.